meer voorstellen dat ze denken van oké, we doen wel die shuffle helemaal zoals je speelt, maar die echo's, dat wordt een beetje te gek. Misschien ja, zouden we wel lekker leuk bezig vinden. Ja, vind ik ook. Voor een nieuw format, een soort zijstapje dan, een top 2000 shuffle XL of zoiets. Ja, de top 2000. Bijvoorbeeld, ja, klopt, ja. Ja. Dat is leuk. Goed, Steven, ik wil je fijn uitzending, jongen. Wil je nog iemand een groeten doen? Ja, jou. Oké, okay. Dankjewel, hè. Dag. Goed, Steven, hoi. Hoi, hoi. Goed, wie heb ik aan de lijn? Goedenavond. Hallo? Hallo? Oh, je hoort mij met Erwina, alias Pina. Hoor je mij? Pina, ik hoor jou. Oh, maar zo is de lijn misschien beter. Je stond op de microfoon van me. Sorry. Oké, okay, je hoort mij genoeg, toch? Erwina Acapina. Klopt. Ja, je mag het zeggen, Erwina. Nou, in het kader van dat het biddag vorige was is vandaag, had ik een gebed geschreven. Als het te lang is dat ik het voordraag in deze uitzending, kun jij ook gewoon het linkje noemen dat ik je net gestuurd heb? Oh nee, want ik heb het krijg zoveel appjes dat ik dat even niet heb, het linkje. Ik kan zelf de link voorlezen, want het kost te veel zendtijd. Maar ja, de Lord is ook belangrijk, weet je? Dus ja, ik noem hem even, mag het? Ja, als je dat eerst even noemt, kun je dan bijvoorbeeld de laatste twee zinnen even van het gedicht doen, dat we wel een beetje een idee hebben? Oké, okay, eerste link of eerst de laatste twee zinnen? Nee, eerst de eerste link. Oké, okay. tiny.one/mijngebed. Voor biddag en gewas, dus. Ja, tiny.one/... Nee, tiny.one. Ja, dat zei ik. Tiny.one, zei ik. Oké, dat is te lijn. tiny.one/mijngebed voor biddag en gewas. Ja. Goed, mogen we dan nu de laatste twee regels horen van jou? Ja, neem de twijfel en de angsten bij de mensen weg. Dank u wel voor het begrijpen van mijn woorden en dank u voor de gave van mijn talenten. Zegen ons, behoed ons en ga met ons allen, Heer. Amen. Nou, dankjewel, Erwin Acapina. Dankjewel. Dag. Dankjewel, jij ook. Dag. Doei, hoi.